Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken bevestigt dat de regering gaat beginnen met een bouwproject in het district Wanica. Gisteren voor de ministerraadsvergadering zei de bewindsman dat het gaat om een project dat enkele jaren geleden was stilgelegd. Ja, ik ga niet alle details kennen, maar dit is een project dat de vorige regering had, of laten we zeggen, een grant was gegeven tijdens de vorige regering. En de hoofdoorzaak waarom het in 2018 of 2019, waarom het niet opgestart kon worden, omdat men de juiste grond niet kon toekennen. Uiteindelijk was er een grond toegekend, maar dat voldeed ook niet aan de eisen. En zo is het project blijven liggen en dat is jammer, want dat is een donatie geweest van China voor de bouw van rond 50 woningen. Dus het besluit is toegenomen dat we het hebben opgepakt. En vandaag is het zover dat de meetploeg aanwezig is om de werkzaamheden op te starten. Noor Mohammed geeft mee dat voor het project eerder een gebied was aangemerkt, de Paramaribo Noord. Achteraf bleek dat terrein niet geschikt te zijn en moest er dus naar een ander gebied gezocht worden. Als openbare werken kunnen we ook niet een slecht voorbeeld geven. Dat gebied is afgekeurd geworden en we hebben het besluit genomen dat er een ander gebied gezocht moet worden. En dat is toen gebeurd. Dus het heeft administratief een beetje lang geduurd. Er was ook COVID. Laat me dat ook duidelijk zeggen. En China is heel streng met de COVID-eisen. De delegatie die nu gekomen is, moest eerder komen. Maar de eisen van China zijn nogal een beetje streng wat dat betreft. Maar goed, het werk is nu begonnen. En het gebied is geschikt. Dus de werkzaamheden gaan nu opstarten. Volgens Noor Mohammed zullen ook andere projecten die door de vorige regering geïnitieerd zijn, worden uitgevoerd.